We staan voor de nieuwe Plato. Plato is verhuisd van nummer 35 naar nummer 19 in de Voorstraat. De verhuizing ging zo snel dat de Mercantudé-vlag er zelfs nog hangen. Mede-eigenaar Willem neemt ons mee met het succes en hoe deze verhuizing tot stand is gekomen. Willem, we staan in de nieuwe zaak van Plato. Ben jij zelf verbijsterd of verbaasd over dit succes? Nog steeds, succes. Nog steeds flabbergasted over de kans, ja, en hoe het geworden is. En hoe kwam dit zo tot stand? Hoe is dit? Het was eigenlijk toeval. Het is natuurlijk een iconisch pand in Utrecht. Dus als je in de Voorstraat zit, dan ken je dit pand en dan droom je daar al 10 jaar van. Als toch. Maar je gaat er niet vanuit dat het ooit lukt. En per toeval kwamen we erachter dat het te huur kwam. Ja, dan kun je eigenlijk geen nee meer zeggen. Het is zo'n fantastisch pand. We hadden heel duidelijk idee welke sfeer wij wilden in de winkel. Hè. Dus dezelfde sfeer eigenlijk in de oude winkel. Alleen veel ruimer, veel grover en zo. Dus we hebben de muren hebben aangepast. Verder hoeven we niet heel veel te verbouwen. En omdat het zo hoog en groot gebouw was, dat mag je best voelen. Maar het moet niet een hal zijn waar je binnenkomt. Dus ik wilde die hoogte er een beetje uithalen. Dus heb ik samen met Jeroen hebben wij een soort van pilaren, zuilen bedacht. Zeg maar. Die staan door de hele winkel. En het zijn ook meteen prachtige blikvangers. Er hangen canvassen op. Ze zijn helemaal volgegooid met vinyl. En dat ziet er zo vet uit. Ja. Als je binnenkomt wordt het zicht een beetje gebroken. Waardoor je niet een soort hebt van, room dividers. We staan nu ook een podium, een verhogentje in de nieuwe zaak, achterin. Zal dat ook betekenen dat er meer live muziek te zien zijn en te horen? Zeker vandaag als Record Store Day of Le Guess Who, dan wordt het zoveel makkelijker om dat bandje neer te zetten terwijl de winkel doorloopt. En het oude pand, als het bandje speelde, viel de hele winkel stil. De eerste vuurproef hier qua instore is wel een hele leuke van King Hanna in september. Dat is wel echt leuk. Het idee, ik zag dat ze een optreden deden in Amsterdam. Op maandag en woensdag in Eindhoven, toen dacht ik van ik ga het gewoon proberen op dinsdagmiddag hier. Zit er precies tussenin. Dus ik heb de platenmaatschappij gemaild en King Hanna die wilde wel, dus ik kon met de hele band hier spelen. Komt hij op het vernieuwde podium, op het nieuwe podium. Spelen. Komt er echt nog een officiële opening van het pand? Ja, kijk, het is allemaal heel snel gegaan uiteindelijk en we wilden natuurlijk zo snel mogelijk open. Je gaat daar niet een hele tijd mee wachten. Dus we hadden gewoon een datum geprikt, dan moet het af zijn. En dan gaan we gewoon verhuizen. Hadden we 2 dagen vooruit getrokken, dus 2 dagen zijn we dicht geweest. En zaterdag 3 augustus moeten we gewoon open klaar, want we moeten natuurlijk niet te lang stilstaan. Maar we realiseerden ons dat bijna heel Nederland op vakantie is. Dus kun je wel een feestje geven, maar als dan niemand kan komen, dan is het natuurlijk ook een beetje jammer. Dus toen hebben we gezegd van dan doen we 3 augustus soft opening. Gewoon hup open en er waren heel veel mensen, dus heel veel mensen waren nieuwsgierig. En dan doen wij op 14 september zaterdag een hard opening met beentjes. 14 september, ja, met beentjes en biertje om 5:00. Ja.